Mechelen bouwt aan een nieuw stadsmuseum. Op de opening moeten we nog wachten tot 2018, maar de expo, Uw Toren is niet af, geeft al een voorsmaakje van wat het nieuwe interactieve museum moet worden. Dus we hebben de collectie, die stellen we hier tentoon. Maar we vragen ook aan heel Mechelen, aan Mechelse verenigingen, aan individuelen, om iets te komen bijdragen aan deze tentoonstelling, zodat we een compleet beeld krijgen van Mechelen. En dat we op basis daarvan ook een stadsmuseum kunnen bouwen dat relevant is voor deze tijd. Wat maakt Mechelen tot Mechelen? Dat is waar het Stadsmuseum een antwoord op zoekt. En iedereen mag hierover meedenken. Zo is er een tijdlijn die de geschiedenis van Mechelen vertelt. Nu is de bedoeling dat mensen zelf die tijdlijn gaan aanvullen. Wij willen weten, 1. Wat zijn de belangrijke punten in de geschiedenis voor die mensen? Wat vinden jullie belangrijk in de geschiedenis van Mechelen? Maar ook, plaats jezelf in de geschiedenis. Je kan zelf je eigen geboorte, je eigen vereniging of andere zaken aanvullen aan die tijdlijn. Heel wat mensen en verenigingen vinden dat ze een plekje verdienen in het nieuwe stadsmuseum. KV Mechelen bijvoorbeeld. We hebben 6 stropdassen, of cravatten op zijn Michels gezegd, hier tentoongesteld. Dat waren dassen die toenmalig voorzitter John Cordier heeft uitgewisseld met andere voorzitters van andere clubs, eigenlijk de tegenstanders van KV Mechelen. Het is als een soort een eerbetuiging naar de andere clubs toe, dat we die dassen met elkaar uitwisselen. De tentoonstelling is opgebouwd rond 4 thema's. Religie, geschiedenis, diversiteit en ambachten. Het icoonobject voor de ambacht is een kanon. Mechelen had een zeer rijke kanongieterij in zijn contreien. Dat zijn natuurlijk de oude ambachten. Nu willen we ook gaan nadenken van oké, wat maken mensen vandaag nog? En zo heeft iemand tijdens de opening een hedendaagse fiets toegevoegd. Dat is een fietsenmaker die aan de slag gaat met oude fietsen en daar geheel nieuwe fietsen van maakt. Typisch voor Mechelen is natuurlijk de omgang met de reuzen. Vader Reus staat op de expo. Een van de medewerkers merkte een tijdje geleden iets vreemds op. Er glinstert een traan onder zijn rechteroog. Niemand weet hoe die traan daar plots is gekomen. Nu staat hij natuurlijk helemaal alleen in de tentoonstelling. Dus heeft dat er iets mee te maken? Mist hij zijn familie, zijn reuzenvrouw, zijn reuzenkindjes? We weten het eigenlijk niet goed. We gaan hem blijven onderzoeken. Maar ondertussen willen we ook een warme oproep eigenlijk verspreiden naar het publiek toe om onze reus te komen troosten. En de bedoeling is dat mensen naar hier komen, een selfie maken samen met de reus en verzamelen dan al die foto's om ze te bewaren, om de reus op te vrolijken. U kunt de reus nog gaan troosten tot 8 maart in het Hof van Busleiden in Mechelen.